Dag Naomi, je bent eerste eredame geworden van Mrs. Glamert 2018 met de finale verleden jaar in juni. Hoe is dat meegevallen? Super. Het was voor mij eigenlijk een dubbele overwinning. Enerzijds omdat ik eindelijk mijn droom kon waarmaken. Een kroontje, een lintje. Anderzijds omdat het voor mij veel betekende. Omdat het eigenlijk een droom was die onmogelijk leek. Ja, het is dan toch gebeurd. Dus dat was heel mooi. En ik had heel veel familie en vrienden die mij steunden. Dus dat is voor mij een onvergetelijke avond geweest. Was die aanloopperiode naar de finale niet erg moeilijk voor u? Ja, dat ging met ups en downs. Ik heb ook wel negatieve commentaren gehad. Media die nogal wat sensatie zocht. Maar uiteindelijk de positieve reacties overwinnen wel. Maar voor de mensen die het misschien niet begrijpen, wat bedoel je eigenlijk dat het eigenlijk een dubbele overwinning is? Ja, omdat ik in het verkeerde lichaam geboren was. Dus ik heb eigenlijk heel veel moeten doen. En een heel lang proces moeten ondergaan om te zijn wie ik nu ben. Dus vandaar. Hoe lang duurt zo'n proces eigenlijk? Bij mij eigenlijk levenslang. Tot 20 jaar heb ik er eigenlijk mee geworsteld. Maar de procedure duurt eigenlijk 5 jaar. Nu, je hebt die titel binnen en nu? Wat is er daarna nog allemaal gebeurd? Ik krijg heel veel aanbiedingen voor modellenwerk. Boutiques die foto's willen, fotoshoots, catwalks. Ja, van alles eigenlijk. Hoe komt dat eigenlijk, zo plots? Ik denk dat 2019 toch een jaar is waarin eigenlijk diversiteit heel hoog staat. En ja, ze willen is iets anders, niet meer het cliché. En vandaar dat ik eigenlijk veel aanvragen krijg. En ook ja, met Bo van Spilbeek natuurlijk, die toch vorig jaar op de voorgrond is getreden. Ja, dus, dat klopt. De mens staat er altijd niet meer stil en het gaat allemaal zo snel voorbij. Ja, ja. Maar dat klopt wel eigenlijk. Ja. En heb je dan ook veel fotoshoots gedaan? Een stuk of 10, maar ik probeer het wel te beperken natuurlijk. Allee. Ja, waarom? Wil je dan niet uitgroeien tot een model? Daar heb ik lang over nagedacht. Ik ben in eerste instantie een verpleegkundige als beroep. Een model was eigenlijk... En ik ben daar zomaar ingerold. Het was een droom, maar ik had nooit gedacht dat het die proportie ging aannemen. En dat er zoveel vraag naar ging zijn. Dus ik heb zoiets van, het is mooi meegenomen, maar het is niet iets wat ik levenslang wil doen. Allee, het is niet mijn prioriteit, nee. Nee, ik vind ja, het is wel leuk dat je eigenlijk met je overwinning ook aan andere mensen zo'n beetje het hart onder de riem steekt. Hè? Ja, tuurlijk. Ik krijg heel veel mooie berichtjes. Ook van ouders die bijvoorbeeld een dochter hebben die transgender is, die zeggen van, ja, als jij dat kunt, dan kunnen zij dat ook. En dat geeft heel veel hoop. Ook voor personen met mindere kansen die toch eens willen meedoen aan een misverkiezing. En zij zien mij nu als eerste eredame. Dus hebben zij zoiets van, ja, dan hebben wij ook kansen. Dus we gaan er gewoon voor. Ja, zeker. Dat is mooi. Ja, absoluut. Oké, heb je nog een laatste mededeling aan onze kijkers? Waarom dat ze zouden moeten inschrijven voor Mrs. Glamour? Zeker en vast. Als jij ooit een droom hebt om mee te doen aan een misverkiezing, het is een heel mooie campagne. Je krijgt heel veel zelfvertrouwen, je leert heel veel bij. En het is gewoon een prachtige ervaring. En ook al zijt je niet het ideale model, zijt je bijvoorbeeld ietsje ouder, je maakt zeker kans en zeker doen. Het is zeker de moeite waard. Oké, super. Inschrijven maar dan zou ik zeggen, want er is niet veel tijd meer, hè. Tot 20 februari. Hè. Zeker inschrijven mensen, vandaag nog als het kan.